Ja, welkom bij Autisme TV. Voelt u zich al slaperig, dan heeft uw lichaam waarschijnlijk al melatonine aangemaakt. En dan wordt het misschien wel tijd om naar bed te gaan. Ik zal nog even wachten tot na deze uitzending. Maar dan is het waarschijnlijk bedtijd. Er zijn ook mensen die heel slecht inslapen, waarbij die melatonine heel laat wordt aangemaakt. En dan lig je uren wakker en dan kun je de slaap niet vatten. Bij mensen met autisme komen slaapproblemen heel veel voor. En dat heeft grote consequenties ook voor het dagelijks leven. We gaan erover praten met twee gasten. En ik stel ze even kort aan u voor. Sandra Kooi, psychiater bij PsyQ. En Shalini Sugitram, psychiater bij Plurijn. Klopt. We gaan daar straks uitgebreid mee praten. En we hebben ook ontzettend veel reacties binnengekregen. Dat viel echt op bij de aankondiging van dat thema. Via de chat, via onze website. Maar ook via de mail en via Facebook. Die reacties die proberen we mee te nemen in dit programma. We proberen daarop te reageren. We hopen dat de meeste vragen, opmerkingen ook worden beantwoord. Ondertussen kunt u natuurlijk doorgaan met vragen stellen. U kunt uw opmerking kwijt in de chat. We hebben een redactie en die filtert ze en die krijgen we straks voorgelegd. En dan leg ik ze ook weer voor aan de dames. Voordat we beginnen, we kregen ook mensen die gewoon een overdenking op papier hadden gezet. En een van die overdenkingen die wil ik graag met u delen. Dat was van iemand die opschreef hoe dat is om niet te slapen of altijd moe te zijn. Ik word altijd moe wakker. Vaak al meteen overprikkeld. Soms moet ik overdag bijkomen. Van de onrust in de nacht. Want echte rust heb ik niet. Niet tijdens de dag en ook niet in de nacht. Ik ben altijd moe. Ja, altijd moe. Nou, dat zal voor velen herkenbaar zijn. En dat is ook een gevoel wat door alle reacties wel te lezen is. We gaan naar onze gasten. Ik begin met Shalini Sugitram, kinder- en jeugdpsychiater bij Plurijn en somnoloog. Klopt, wat is een somnoloog? Wat doet een somnoloog? Een somnoloog is iemand die zich verdiept heeft en gespecialiseerd is eigenlijk in allerlei slaapstoornissen. De diagnostiek daarvan, dus het vaststellen van wat voor slaapstoornis heb je. Maar ook de behandeling daarvan en dan zowel de lichamelijke slaapstoornissen als de psychische slaapstoornissen. En ik doe dat voornamelijk bij de kinderen en jeugdigen. Ja, zijn er veel mensen somnoloog? In Nederland ben ik de eerste kinderpsychiater somnoloog, maar er zijn veel kinderartsen die somnoloog zijn, neurologen die somnoloog zijn en longartsen die somnoloog zijn. En er zijn een paar psychiaters die ook somnoloog zijn. Dus het begint steeds meer te komen, ja. Maar ik zou het leuk vinden als er nog meer zouden zijn die werk zouden willen doen. En waarom is dat specialisme er? Is dat zo'n groot probleem? Begint dat nu onderkend te worden? Het begint nu steeds meer onderkend te worden en het is een enorm probleem. Het is iets normaals, hè, dat slapen, maar we zien het over het hoofd als het gaat over somatische klachten of psychische klachten. Dan zien we het slapen over het hoofd. Dan gaan we vooral ons verdiepen in bijvoorbeeld in de psychiatrie, in de depressie of in de angst. Maar vergeten dat mensen ook slapen en dat het daar ook tot uiting kan komen. Ja. En die geringe aandacht daarvoor, dat zie je eigenlijk in alle lagen van de zorg. Hè? Van beneden tot boven, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Dat is ook goed dat we deze uitzending maken en daarover in gesprek gaan. Toch even bij de basis te beginnen. Wat is goede slaap en waar hebben we dat voor nodig? Goede slaap is nodig om te herstellen, zodat je lichaam weer kan resetten eigenlijk. Zowel lichamelijk als psychisch. Lichamelijk dus je cellen en je zenuwcellen en je brein moet tot rust komen. En dat wat je overdag heeft meegemaakt, emotionele dingen, dat verwerkt wordt. Dat is strikt noodzakelijk. Anders zouden we hele dagen zonder kunnen, maar dan zouden we zo omvallen. Ja. Dus het is een basisbehoefte. Ja. En die slaap die gaat in fases, begrijp ik. Hè? Ja. Hoe zit dat in elkaar? We hebben daar ook een plaatje van. Je hebt daar een plaatje van. Ja. Kijk even met je mee. We hebben drie slaapstadia. Je gaat van waak ga je naar je lichte slaap. Dan ga je naar een iets diepere slaap. Dus je doezelfase, diepere slaap. En je diepe slaap, dat is je stadium 3. Vervolgens kom je weer een beetje af en toe in een lichte slaap en dan kom je in je remslaap. En je remslaap is je droomslaap. En in die droomslaap dan heb je vooral rapid eye movement, dus dan bewegen je ogen heel snel. Je middenrif die beweegt heen en weer en je hart klopt eigenlijk. Middenrif om te kunnen ademhalen. En de rest van je spieren die zijn eigenlijk verslapt.
Dat is dus de fase waarin je droomt. En het is maar goed ook dat in die remslaap je spieren slap zijn, want anders zou je je dromen gaan uitvoeren. Dus dan zou je bijvoorbeeld je partner in bed in elkaar slaan, omdat je dat in je droom naar voren komt. Dus ja. Dat is het fijne. Zo'n cyclus van waak naar diepe slaap naar remslaap duurt ongeveer 90 minuten. En dat herhaalt zich gedurende de nacht meerdere keren. Okay. Bij baby's, bij jonge kinderen, zie je heel vaak van die cycli. En bij volwassenen heb je er ongeveer 5 gedurende 1 nacht, zeg maar. Ja. Ja. En hoeveel uur slaap hebben we dan nodig per nacht? Dat verschilt natuurlijk per individu en per leeftijd ook verschillen tussen mannen en vrouwen. En bij pubers of baby's of bij de oudere patiënten, zeg maar, dat verschilt heel erg. Bij baby's heel veel en bij baby's heel veel. En dan heb je bij die pubers, die hebben eigenlijk veel slaap nodig tussen de 9 en de 11 uur. Maar je ziet dat die pubers in deze tijd te weinig aan die uren komen. Die redden dat niet. Nee. Want dan kom ik even bij die problematiek. Hoeveel verschillende soorten slaapproblemen zijn er dan? Is dat één probleem of kun je het onderverdelen aan allerlei categorieën slaapproblemen? Er zijn diverse slaapstoornissen. De allerbelangrijkste die we veel tegenkomen in de psychiatrie is de insomnie. Maar je hebt ook de verlaten slaapfasesyndroom. Nou, daar ga jij misschien straks nog wat over vertellen, Sandra. Je hebt de parasomnieën, je hebt de hypersomnieën, dus de overmatige slaperigheid of snel in slaap vallen. Je hebt de remslaapstoornis en de non-remslaapstoornis. Dus je hebt een scala. Hè? Ja. De ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen, die komt ook veel voor. Ja. Slaapapneu, dat zullen veel mensen misschien herkennen van familieleden of van zichzelf. Hm. Ja. Ja. Nou, we gaan straks verder de diepte in. We willen er nog veel meer van weten. Maar ik wil graag naar onze tweede gast, Sandra Kooi, psychiater bij PsyQ. Ja, en enige tijd geleden, 2 jaar geleden was dat geloof ik, een congres in Parijs, daar sprak jij over ADHD en slaapproblemen. Dat trok de aandacht in de media. Wat was de kern van je betoog? De kern van mijn betoog was gebaseerd op ons onderzoek naar de slaapproblemen bij ADHD. En ons was opgevallen dat mensen met ADHD heel vaak laat gaan slapen. En ze willen wel eerder slapen, maar ze kunnen niet eerder slapen. We hebben hun melatonine omzet gemeten in speeksel. Mm-hmm. Dus de aanmaak van melatonine hoort zo'n beetje om 9:30 te gebeuren in Nederland bij een volwassen iemand. En dat was bij onze patiënten om 1:00 nog niet gedaan. En sommigen waren nog later. Dus dat was heel afwijkend. Want in de bevolking komt dat veel minder vaak voor dan bij ADHD. Bij ADHD was het bij 80% zo verlaat. Dus dat was heel opmerkelijk en daardoor konden we misschien begrijpen waarom volwassenen met ADHD en nu blijkt ook kinderen vaak zo laat slapen. En ik denk dat dat bij autisme ook voorkomt, want ADHD en autisme komen natuurlijk vaak samen voor. Dus ik weet niet de onderzoekscijfers daarvan, maar wel van ADHD. En dat laten slapen, dat heeft alles te maken met de biologische klok. De biologische klok geeft eigenlijk het seintje van, jongens, het wordt avond. Je melatonine wordt aangemaakt en een paar uur later dan wil je wel gaan pitten. Zo niet bij mensen met deze stoornis. En die komen dus op een chronische manier slaaptekort. En daar krijg je allerlei klachten van die op ADHD lijken. Zoals concentratieproblemen, prikkelbaarheid, onrust. Eigenlijk heel druk worden om wakker te blijven, denken we. Dus misschien is hyperactiviteit wel een manier om te gaan met slaapgebrek. Want zolang je praat of beweegt of zingt, kan je niet in slaap vallen. Ja. Toch? Tenzij je narcolepsie hebt. Ja, oké, dat kan zeker. Maar dat is in ieder geval niet wat hier aan de hand is. Dus we denken dat die biologische klok belangrijk is. Niet alleen voor ADHD, maar misschien wel voor veel meer stoornissen in de psychiatrie. En omdat 80% van de mensen met ADHD die late onzet van melatonine heeft, behandelen we daar nu ook op en willen we kijken of we met het resetten van de slaapfase naar voren, dat doen we met melatonine, licht en slaaphygiëne, of we daarmee de ADHD kunnen verbeteren, maar ook de stemming kunnen verbeteren en de slaap zelf natuurlijk. Zodat de kenmerken van ADHD eigenlijk afnemen? Nou, daar sprong de media dus op in, want die dacht, oh, maar als dat zo is, kan je ADHD dan behandelen met licht. Ja. En dat zou een heel leuk idee zijn.
Waar wij ook zeker wel wat in zien. En er zijn inderdaad twee pilotstudies die dat in enige mate aantonen. En die hebben ook aangetoond dat ADD verbetert dankzij het resetten van de slaap. Dus er zijn steeds meer aanwijzingen dat dat systeem van die klok en die melatonine en de dopamine, want dopamine is dan het daghormoon, denken we, en melatonine het nachthormoon, en die zijn beide verstoord bij ADD. Dus dan zou je kunnen zeggen het is een dag- en nachtprobleem. Waarbij er iets verschoven is in de hoeveelheid of de timing van de productie van die stofjes. Ja, ik wil ook graag nog even één plaatje laten zien van een onderzoek in Amerika, waarbij de relatie is tussen de intensiteit van het licht en ADHD. Ja. Hoe zit dat dan? Ja, dat is een fantastisch onderzoek, vind ik. Je ziet op de linkerslide de VS, de Verenigde Staten. En dan zie je hoe blauwer, hoe donkerder blauw de staten gekleurd zijn, hoe hoger het voorkomen van ADHD, de prevalentie. En dus je ziet eigenlijk het lichtblauwe stuk, zeg maar Mexico, heeft de laagste incidentie, prevalentie van ADHD. Want je ziet aan de rechterkant de zonne-intensiteit. En in Mexico is het contrast tussen dag en nacht, tussen licht en donker enorm. Ja, rood is heel veel licht. Ja, rood is heel veel licht. Dus als je die twee kaarten over elkaar legt, dan zie je de overlap visueel natuurlijk al. Maar als je het uitrekent, dat heeft Martijn Arns gedaan, het is zijn onderzoek. Dat blijkt dat 40-50% van de variantie door licht verklaard kan worden. En dat heeft hij herhaald in Europa. Hij heeft het herhaald bij kinderen, bij volwassenen met ADHD. Dus dat is toch wel een bijzonder intrigerend verschijnsel. Want wat doet dat licht? Dat licht maakt dus het verschil tussen dag en nacht. Dat betekent dat je dus als je Mexico wil nadoen, zoveel mogelijk licht moet vangen in de overdag. En dat het 's nachts pikken donker moet zijn. Ja. Maar zo leven wij niet. Nee. Wij leven met schermen 's nachts en wij leven met zonnebrillen overdag. En beide doen precies het omgekeerde. Ja. Dus die lichttherapie is nog niet zo'n hele gekke gedachte. Het is helemaal geen gekke gedachte. En die is ook getest inmiddels in de praktijk. Ik kijk even naar die brillen, want we hebben daar ook een plaatje van. Ja. Hoe ziet dat eruit, lichttherapie? Het is een gewone normale bril, hè, die je opzet en die blauw licht laat zien, geloof ik. Hè? Ja, die onderste bril, dat is de Propiac-bril. En die hebben wij geprobeerd, want ja, er zijn er meerdere natuurlijk, met wit licht en blauw licht. En blauw licht is de golflengte in wit licht die je wakker maakt. Dus dat heeft een reden. Maar je ziet ook dat er gewone glazen zijn en rode glazen. Ja. En de rode glazen zijn om het 's avonds eerder donker te maken voor je hersenen. Want rode glazen houden blauw licht tegen. De gewone bril, daar kunnen dus die blauwe lichtjes in aan. En dat doe je dan 30 minuten 's ochtends. Kom je je bed uit, je zet die bril op. Ja, om je brein wakker te maken. En het brein denkt, het is nu echt licht. Het is zomer, goedemorgen. Ja. Dus het is in de winter ook heel prettig, omdat heel veel mensen winterdepressie hebben. En dat komt niet toevallig vaker voor bij mensen die laat slapen. Want dat hoort bij elkaar, winterdepressie en laat slapen. Dus je behandelt eigenlijk allebei met licht. Dat is nog zo'n aanwijzing. Ja. En niet toevallig komt winterdepressie 10 keer zoveel voor bij ADHD als normaal. Oké, interessant. Allemaal. Ja, vind ik ook. Ja, dus er is nog heel wat te komen nog, denk ik. Ja. We zijn lekker bezig. Ik ga nu even door. We gaan ook nog in op alle opmerkingen en vragen die gesteld zijn en reacties die zijn binnengekomen. We hebben ze een beetje gebundeld, geclusterd in thema's. En wat opviel is dat veel mensen hun verhaal vertellen en dat je toch een soort complexiteit van problematiek ziet. Er doet zich van alles voor bij mensen die slaapproblemen hebben. En ik lees even een reactie voor die daar misschien wel kenmerkend voor is. En dan wil ik graag jullie reactie daarop. We kregen binnen dit verhaal: mijn dochter van 13 slaapt slecht sinds ze naar het voortgezet onderwijs gaat. Alles van de apotheek hebben we geprobeerd. Omdat ze wagenziek is, verdraagt ze melatonine niet. Ze zit in een vicieuze cirkel. Overprikkeling, niet door iedereen geaccepteerd, perfectionistisch en daardoor laag tempo van werken, stress van het achterlopen en niet voldoen aan de eisen van school. Maar ook last van stemmingswisselingen, trekt zich terug, is moe, meer last van lichamelijke ongemakken en enorme overvraging van de omgeving. Ze wil geen medicijnen slikken. Ja, vraagt deze ouder, wat nu? Ik snap dat dat voor jullie natuurlijk niet zomaar is op te lossen, maar wat dit soort verhalen kom je dus veel tegen. Die complexiteit, alsof er één trigger is en de rest wordt in gang gezet aan problemen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ik zeg wel eens, slaap is de moeder van de psychiatrie.
En daarmee bedoel ik dat we heel lang hebben gedacht dat elke psychische stoornis wel met slaapklachten gepaard gaat. En dat dat er een beetje bij hoort. En daar hebben we eigenlijk nooit zo speciaal naar gekeken. Maar ik denk dat er langzamerhand steeds meer aanwijzingen zijn in het onderzoek dat die slaap heel centraal is. En dat dat daarmee misschien wel zelfs mee begint. Je hebt een beetje onderschat dus duidelijk. Enorm. En dat, we krijgen de rekening in de vorm van psychische stoornissen, maar ook lichamelijke ziekten op de lange termijn. Want slaap is, zoals Jalini al zei, cruciaal voor het herstel. Ja. Van je psychische functioneren, van je lichamelijke functioneren. Dat kun je eigenlijk amper overschatten, het belang van slaap. Ja, en wordt ook nog niet voldoende onderkend, dus in die hele zorgketen niet. Nou, de kennis begint langzaam door te dringen en er is wel een explosie van onderzoek gaande naar slaap. En we kunnen ook steeds beter slaap meten. En er zijn instellingen die dat steeds beter kunnen. Dus, en er zijn ook goede therapieën. Dus er is ook hoop hè, dat we er wat mee gaan kunnen allemaal. In plaats van dat we denken, nou, we moeten maar een valiumpje erin gooien. Ja. Dat doen we eigenlijk nooit meer. Nee, maar nou gelukkig krijgen jullie dit soort casussen, denk ik, in de praktijk voorgeschoteld. Hoe trek je zo'n kluwe uit elkaar? En hoe kom je dan tot dit soort kernoorzaken? Nou, het risico is dat je dus, wat jij ook eigenlijk ook al zegt, is dat je heel erg geneigd bent om naar die psychische klachten te gaan kijken. Ja, dus als je dan hoort van, ze wordt somberder en ze trekt zich terug, dat men meer in die depressie gaat zitten. Terwijl je ook moet gaan kijken van, goh, hoe zat het nou, hoe was het daarvoor eigenlijk? Want het begint toch ook ergens met slapen. Slaapt ze wel goed? Een nieuwe school gestart, voortgezet onderwijs. Wordt daar te veel van haar gevraagd? Wat maakt dat ze 's avonds ligt te piekeren voordat ze in slaap valt? Dus, en dat gepieker en dat niet in slaap vallen gaat toch door naar 's ochtends niet uit bed kunnen komen, moe zijn, niet meer goed kunnen concentreren. Dan krijg je die cirkel. Schermen, en de schermen die erbij komen. Ja. Hè? Dus het houdt elkaar in stand. En wat het risico is dat we heel erg geneigd zijn op ons eigen kleine gebiedje van de psychiatrie of ons eigen kleine gebiedje van de, ja, als ze lichamelijke klachten heeft en ze krijgt buikpijnklachten omdat ze het spannend vindt om naar school te gaan. Ik weet niet of dat speelt. Nee, maar je gaat naar de huisarts. En die gaat naar de huisarts en dan ga je naar die buikpijn en krijg je misschien voorlax om de boel een beetje door te laten lopen. Maar het hele verhaal, zeg maar, is van belang om mee te nemen in het denken en zeker de slaap. En dat is eigenlijk waar wij voor staan, hè? Waar we meer mensen voor willen porren om daarbij stil te staan als je een patiënt in je praktijk krijgt. Ja. Ook bij de huisarts, daar begint het eigenlijk. En natuurlijk doen zich ook andere problemen wel voor die niet slaap als oorzaak hebben, zal ik maar zeggen. Maar dat is een ander soort evenwicht dan we nu hebben, zal ik maar zeggen. Ja, zo interpreteer ik jullie verhaal. Mm-hmm. Ja. Ja. En die bewustwording, ja, dat krijgen we op gang op deze manier natuurlijk, via zo'n uitzending. Maar op welke andere manieren zou dat dan moeten? Ook huisartsen, ook zorgverleners, ook WMO. Ik denk aan het hele zorgdomein eigenlijk. Ja. Hè? Ja, de wereld is groot, hè? Dat is nog een hele missie. Ja, weet je, en wij doen het gelukkig niet alleen. Nou ja, wat je ziet is dat in die somatische wereld, waar dus die lichamelijke slaapstoornissen gediagnosticeerd worden, waar je ook veel insomnie tegenkomt, hè, in en door slaapstoornissen, door psychische klachten of door piekeren of wat dan ook, dat de zorgverzekeraar die CGTI niet vergoedt, terwijl dat een dijk van een probleem is. Dus je moet het al. En CGTI staat voor? Dat is cognitieve gedragstherapie bij insomnie. Oké. En dat vind ik ook een ding van god, het komt zoveel voor, maar om dat vergoed te krijgen en goed behandeld te krijgen, moet je al hele bijzondere wegen gaan bewandelen om je patiënt ten dienste te zijn, zeg maar. Ja. Nee, nou ja, wat me ook opviel in die reacties was de ontwrichtende werking daarvan, ook op het gezinssysteem. Hè? Dat als je kinderen niet goed slapen, dat dat zijn weerslag heeft in het hele systeem. En dat dat daardoor ook natuurlijk verslechterd en weer zijn invloed op elkaar heeft. Het is al. En op het werk en van op de het ouders. Werk, alles, ja. Hè? Ja. Het is wel complex. Ja, dus er zijn onderzoeken gedaan bij autisme en ouders die kinderen met autisme hebben, dat die ouders zelfs op een gegeven moment in een depressie raken door de slaapstoornissen van hun kind. Ja. En vooral de moeders in dit geval kom je veel tegen. Ja. Tenminste, dat zijn de onderzoeken die er liggen. Maar nou toch even naar dat autisme. Er zijn een aantal gedragskenmerken rond dat autisme. Je kunt bijvoorbeeld heel prikkelgevoelig zijn ook. Uh-huh. Dat kan ook bijdragen aan slechte slaap. Hè? Dan kun je wel willen dat je goed slaapt, maar als die
prikkels maar blijven komen. Het kan ook geluid zijn, het kan ook wel anders zijn. Dan heb je daar, dan moet je dus op zoek naar die oorzaken. Hè? Ja, en dat is waar je dus eigenlijk als je een patiënt krijgt met autisme en slaapprobleem, waar je heel goed moet gaan kijken. Niet alleen maar medicamenteus, ik ga daar iets in doen, maar kijk ook bijvoorbeeld in de ruimte waar zo iemand slaapt. Is het daar donker genoeg? Is het prikkelarm in de zin van dat niet alle speelgoed, hè, als ik het over kinderen heb in dit geval, dat het allemaal zichtbaar in alle kasten staat, maar achterdeurtjes zo rustig mogelijk. Ja. Het ene kind heeft geluid nodig om te kunnen slapen, het andere kind kan niet met geluid slapen en dat moet je ook navragen. Ja. En dan niet zeggen bij iedereen van goh, nee, het moet zo stil mogelijk zijn, maar dan ga je het tikken van de verwarming horen. En dat kan heel vervelend zijn. Dan kan je beter een klein zacht muziekje op de achtergrond horen en daarvan in slaap vallen, dan de hele tijd dat getik. Ja. Dat is ook bij autisme een spel waar je in moet begeven. Ik las ook ergens op een Amerikaanse site, geloof ik, van zet 's nachts niet je wasmachine aan. Ja, heel veel mensen zetten 's nachts de wasmachine aan. Ja, dat kan. Dat het goedkoper is. Ja, dat goedkoper is nachtstroom. En dan is die klaar, dan gaat die piepen. Ja. Ik wilde naar een ander onderwerp wat ook veel voorkwam in die reacties die we hebben gekregen. En dat is het gebruik van melatonine of psychofarmaca. Er zijn volgens mij veel misverstanden over melatonine, want het is vrij verkrijgbaar. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen op een verjaardag van ja, en als ik 's nachts niet kan slapen, dan neem ik een paar van die tabletten hoor. Alsof het een acuut slaapmiddel is. Ja. Wat moet je daar nou van vinden? Wat moet je ervan vinden? Nou, ik zou willen dat het een geregistreerd middel was met duidelijke richtlijnen. Dat gaat ook wel gebeuren, maar voor een farmaceut is het natuurlijk moeilijk om nog geld te verdienen als het over de counter, over de hele wereld en online gewoon tegen lage prijzen te bestellen is. Ja. Maar daardoor is het dus ook niet duidelijk wat een goede dosis is en wat een goede tijd is. En die twee zijn allebei heel belangrijk voor het effect. Plus dat je het niet voor elke slaapstoornis moet gebruiken, maar vooral voor een timingprobleem van de slaap, dus de verlaten slaapfase. En voor jetlag kan je het ook gebruiken. Want eigenlijk is dan ook de acute slaap verlaat of vervroegd en heb je alle gevolgen van dien. Daar werkt het ook heel goed voor. Mijn ervaring is dat bij mensen met ADHD die dit probleem massaal hebben, de melatonine vaak heel goed en snel werkt. En dan geven we een wat hogere dosis, 1 tot 3 milligram voor de nacht. Dat is altijd voor 12 uur, moet ik erbij zeggen, want het is ook een klokmiddel. Het is niet alleen slaap, maar het is een klokmiddel. Dus je werkt direct op de klok en dat moet je weten, anders doe je het verkeerd. Als je het na 12 uur neemt, kan het een tegengesteld effect hebben. Dan slaap je juist minder goed. Dat is uitgezocht door Alfred Louis, chronobioloog in de VS. Dus er is een optimale tijd voor melatonine. En net zo, dat is ook zo voor licht in de morgen. En dat is niet een uur voordat jij wil gaan slapen, maar dat is zeg maar 11 uur of 10:30, omdat je om 11 uur wil slapen. Hm. En dat kan je gebruiken. Iemand die nu om 4 uur gaat slapen pas, die kan niet in één keer om 11 uur pitten met een melatonine om 10:30. Dat duurt eventjes. Daar zijn ook schema's voor, maar dat is te ingewikkeld om hier nou allemaal uit de doeken te doen. Maar meestal werkt het heel goed en mensen hebben het vooral nodig in de winter. Want als het minder licht is, is de slaap meer verstoord dan in de zomer. Dat past weer bij de hypothese van Mexico. Dus de dag moet licht zijn en dan is je ritme beter geconsolideerd. Want het gaat om contrast tussen licht en donker. Ja, dat contrast moet zo groot mogelijk zijn eigenlijk. Ja. We kijken even naar een van de reacties die we op video gezet. Daar gaan we nu even naar kijken. Mijn slaapprobleem begon rond mijn 18e. Ik heb bijna alle soorten medicatie gehad. Pammetjes, antipsychotica, antidepressiva, van alles. Sommige hielpen niets, de meeste maar een korte periode. Nu heb ik een antidepressivum dat al een half jaar werkt, maar ik heb de dosering al meerdere malen moeten aanpassen. Zit ik daaraan vast? Overigens, op begeleide vakantie was ik mijn medicijnen vergeten en toen sliep ik wel. Ja, Shalini, als je dit leest, wat valt je op? Nou, ik vind het leuk om te lezen dat als je op vakantie is, dat hij of zij dan ook wel lekker kan slapen. Ik zou zeggen, ga lekker vaak op vakantie, denk ik, grapje hoor. Dat wil ik ook. Ja, dat zou ik ook wel willen. Nee, maar kennelijk valt er dan dus een vorm van of stress of spanning rondom slapen die door de week en in de werkperiode of in de schoolgaande periode druk
oplevert. Dat als je niet voldoende slaapt, dan krijgen mensen ideeën van, goh, maar ik moet 8 uur slapen. En als dat niet lukt, dan gaan dan over piekeren over het feit dat ze niet kunnen slapen. En nog meer, en dan duurt het nog langer. En dan de volgende dag, ik heb eigenlijk maar 5 uurtjes geslapen. En dan de avond die daarna opvolgt, dan moet ik wel op tijd naar bed. En dan gaan ze nog eerder naar bed. En dan gaan ze om 10 uur naar bed bijvoorbeeld, waar ze normaal gesproken om 12 uur naar bed zouden. Ja, ik heb toch die slaap nodig. En dan begint het piekeren weer. Nou ja, dan krijg je dus. En op vakantie, deze persoon althans, die zegt, ja, op vakantie dan zijn er geen druk kennelijk. En dan kan die gewoon slapen en opstaan. Ja, ze slikt antidepressiva, dat werkt nu goed, schrijft ze. Zit ze daar dan ook aan vast? Maar ik weet niet of de relatie wel goed is, of je die antidepressiva wel moet koppelen aan het slaapprobleem in dit geval. Dat is dus de vraag, hè? Want die antidepressiva werkt natuurlijk ook voor de depressie van deze persoon. Dus als de depressie opklaart, kan ook je slaapstoornis of slaapprobleem opklaren. Het wil niet zo zeggen dat als je altijd een antidepressivum geeft bij een depressie, dat dan ook altijd het slapen verbetert. Als het slapen niet verbetert, dan moet je daar zeker ook wat aan doen. En het mooiste is, tenminste als jij het ermee eens bent ook, Sandra, is dat je als je iemand hebt met een depressie, dat je en de depressie behandelt, maar ook tegelijkertijd die slaap meeneemt. Want een slaaptekort bijvoorbeeld is onderhoudend voor een depressie. Ja, ik zie dat dus ook weer. Ja, dus dan, ja. Je moet alles doen. Je moet in feite allebei doen, hè? Ja. Je moet niet zeggen van, goh, ja, nee, dit staat er los van. Nee, het is een onderdeel van het geheel. Ja. Even kijken, ja, ik stel voor dat we naar het volgende blok gaan. Daar hebben we ook, dat gaat over cognitieve therapie, daar is ook over, er zijn vragen over gesteld. Maar dat wilde ik ook graag inleiden met een korte reactie op video. Bij onze zoon van 17 met autisme is vorig jaar door het Slaapcentrum voor Psychiatrie GGZ Drenthe de diagnose vertraagd slaapfasesyndroom vastgesteld. Hij is een thuiszitter, heeft een eetstoornis en last van overprikkeling. Het advies is nu cognitieve therapie. Dat is er nog niet van gekomen. Hoe ziet dat eruit en kan dat ook thuis? Ja, wat valt op in deze reactie? Ik kom even op die cognitieve therapie uit. Dat is gedragstherapie, hè? Gedragstherapie voor, specifiek voor insomnie heb je ze. Ja, wat houdt dat precies in? Wat is de kerngedachte daarbij? Is dat je de cognities, dus de ideeën over slapen, maar ook over piekeren rondom het slapen gaat aanpakken met iemand die, bij wie de diagnose gesteld is. Maar het kan heel verschillend zijn, want de een kan piekeren vlak voor het slapen en daardoor niet kunnen slapen. En de ander die slaapt niet in omdat hij het bed verbindt met andere activiteiten dan het slapen. Dus het lijf is niet gewend om het bed te verbinden met, nou, het is tijd om te slapen of andere leuke dingen. Intimiteit bedoel ik dan in deze, hè? Daar is het bed voor bedoeld, of voor intimiteit of slapen. Als het lijf daar alle dagen bijvoorbeeld dat je tv zit te kijken en in je bed de hele dagen boeken gaat zitten lezen of wat dan ook, dan verbind je je bed niet met slapen. En die mensen die lopen er tegenaan dat ze op de bank in slaap vallen, denken van, goh, ik moet toch in mijn bed liggen, gaan de trap op richting het bed en zijn dan ineens klaar wakker. Dan wel dat ze naar boven lopen en allerlei piekergedachten krijgen over het slapen of andere zorgen die ze hebben of trauma's die ze meegemaakt hebben. En daar is die cognitieve gedragstherapie op gericht, van hoe ga je er nou mee om rondom het slapen. Andere gedachten ontwikkelen eigenlijk. Andere gedachten ontwikkelen, andere ritmen ook daarin ontwikkelen. Ja. Ja, en ja, hygiëne. Slaaphygiëne. Ja, slaaphygiëne. Educatie over slaap. Van, wat is nou gezond slapen? Waarom slaap je eigenlijk? Ja. Wat heb je nodig? Daar komen we straks nog. Ik zat nog even die vertraagd slaapfase syndroom. Ik zat te denken, is lichttherapie misschien hier ook... Iemand die een verlaten slaapfase heeft, die heeft ook insomnie. Want als die dan zegt, ik ga om 11 uur slapen, maar ik kan eigenlijk pas om 3 uur slapen. Ja, dan lig je dus 4 uur wakker. Ja. En dat heet dan insomnia. Ja. Logisch, toch? Maar ik zou daarvoor niet primair cognitieve therapie inzetten. Maar ik kan hier in het dossier van GGZ Drenthe kijken natuurlijk. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar er zal vast een reden zijn dat hij dit advies heeft gehad. Maar ik zou zeker ook aan melatonine en of licht denken.
Ja. Bij elke verlaten slaapfase. Ja. Want zij weten echt wel wat dat is. Hè? Dus dat hebben ze goed vastgesteld. Dus dan denk ik dat dat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ja. Maar er is cognitieve therapie online, vertelde je mij net, hè? Ja, die is er ook. Wat zijn misschien voor deze jongen? Er zijn instellingen die cognitieve gedragstherapie voor insomnie online aanbieden. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Een onderzoeker is Ed de Bruin, die heeft dat bij jongeren gedaan. En voor jongeren is het vaak lastig of die vinden het vervelend om voor slaapproblemen naar een instelling te gaan en daar gesprekjes te hebben en dingen aan te moeten horen, terwijl ze heel erg gelicht zijn op internet en daar heel veel mee kunnen. En dat heeft u onderzocht en het blijkt dus dat juist pubers baat hebben bij een online therapie waarin ze informatie krijgen, oefeningen moeten doen en vervolgens af en toe eens een keer een therapeut of via Skype of via face-to-face spreken om eens te horen van goh, loopt het naar wens, heb je daar vragen over? En het blijkt dus dat juist voor deze pubergroep die cognitieve therapie die online wordt aangeboden heel efficiënt en effectief is. Ja. Oké, dat wat betreft de cognitieve therapie. Ik wilde eigenlijk door naar ons volgende blok, want dat verdient ook veel aandacht. En dat is wat je zelf kan doen aan goede slaap. En jullie hebben daar allebei verschillende tips voor aangereikt. Die hebben we samen gevoegd in een aantal sheets. Dus daar wilde ik eigenlijk graag nu doorheen. En dat is sheet 1. Dan een monitor die is helaas uitgevallen, dus ik lees ze voor. dit heb ik hem even gebundeld als tips voor overdag. Licht in de morgen op vaste tijd. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dat is inmiddels ook wel duidelijk. Voldoende beweging overdag. Waarom is dat van belang? Nou, gewoon moe maken jezelf. Nou, sowieso voor het licht buiten. Hè. Dus ik zeg meestal bij mijn jongeren van ga in ieder geval 2 keer per dag 30 minuten aan één stuk lopen of wandelen. Is ook om fysieker wat vermoeider te raken, maar ook vanwege het licht. Ja. Ja. Dutje doen overdag? Liever niet. Het mag wel als het echt moet, maar niet langer dan 30 minuten. Dus dan moet je een wekker voor zetten. Ja. Als je langer gaat slapen, komt het ten koste van de slaapdruk. En dat is de moeheid die je over de dag opbouwt. En dan ga je dus je nachtelijk slapen verminderen. En als je nou heel moe bent, mag het dan wel even tussen 12 en 1? Nou, je kan beter even proberen door te houden tot 10:30, 11 en dan pitten. Okay. Want dan doe je iets goeds voor je ritme. Ja. En anders hou je het slechte ritme in stand. Ja. Geldt ook voor uitslapen helaas. Uitslapen. Vinden heel veel mensen niet leuk als ik dat zeg, maar het kan echt. Ik heb het met heel veel mensen gezien dat het kan, ook met pubers. Uitslapen hoort natuurlijk bij laat naar bed en laat op. Maar als je dat in het weekend doet, dan krijg je maandag de rekening, want dan moet je er weer vroeg uit. En dan zit je met een jetlag op school en met allerlei lichamelijke verschijnselen die je niet wil hebben. En duurt het tot woensdag voor je weer een beetje bij de tijd bent, letterlijk. En dan ben je alweer aan het weekend. En dan, het schiet niet op. Nee. Dus je doet jezelf geen plezier ermee. En met licht kan je dat resetten, zodat je niet hoeft uit te slapen in het weekend, omdat je door de week genoeg slaapt. Dat is eigenlijk het doel. Ja. Geen zonnebril op, of zo min mogelijk zonnebril op overdag. Dat heeft met het contrast donkerlicht te maken. Ja, we hebben onderzoek gedaan naar overgevoeligheid voor licht. Dat komt bij autisme voor, maar ook bij ADHD heel veel. Die overgevoeligheid voor licht die leidt ertoe dat mensen hun ogen afschermen voor licht met een zonnebril. We hebben gevraagd aan patiënten met ADHD en controlepersonen, hoeveel uur per dag doe je dat nou? In de zomer, de winter, de herfst en het najaar. En dat vergeleken met controlepersonen. Het blijkt dat 70% van de mensen met ADHD overgevoelig is, zegt te zijn voor licht. En dan is dat niet door migraine of epilepsie of wat dan ook. En de controlepersonen was maar een kwart. Dus dat is weer een heel groot duidelijk verschil. En de ADHD-mensen die droegen die zonnebril uren langer dan controlepersonen in alle seizoenen. Oh. En dat was mij wel eens opgevallen dat ze ook in de winter nog zonnebril op hadden in de wachtkamer. Dat ik dacht, heb ik iets gemist? Is dit een nieuwe mode? Hoe kan dat? Hè? Want er is amper licht om wakker van te worden. Hoe kan je nou nog een zonnebril op willen? Maar dat kan misschien ook deels een gewoonte zijn. Maar in ieder geval maak je het donker voor je brein. En daarmee doe je dus precies het omgekeerde van wat je nodig hebt voor een goed slaapritme. Dus die bril moet af. En dan zeggen ze, ja, maar dat is moeilijk. Nou, misschien kan je eraan wennen. En wij zijn nu aan het onderzoeken wat er aan de pupilrespons op licht mis is bij ADHD. Oké.
Okay. Oh, interessant. Ja, vergeleken met controles. Ja. Ja, want, ja. En we zijn erachter dat het melanopsinesysteem, dat is het, de ganglioncellen in het oog die licht meten en doorgeven aan de klok, hoe laat het is letterlijk, die zijn gestoord bij winterdepressie. Dat is al eerder onderzocht. En we verwachten dus ook bij ADHD afwijkingen te vinden. En als je dan weet dat dopamine en melatonine receptoren in de retina zitten, in het oog, om ook weer licht en donker boodschapjes door te geven, dan begin je te begrijpen dat ADHD en slaap misschien wel twee kanten van dezelfde medaille is. We gaan naar de tips voor overdag. En ik laat ze even zien op het scherm, omdat onze monitor is uitgevallen, moet ik even meekijken. Dat zijn tips voor 's avonds bedoel ik. Wil je die even voorzetten? Dat zijn zonnebril op bij tv kijken, lichtdempen 's avonds. Dus dat is ook weer zo'n... Nou, ja, ik bij tv kijken denk ik dat als je de tv redelijk ver hebt, dan denk ik, kijk liever tv dan op die iPad of die tablets. Ja. Het schijnt dat tv enorm hoeveelheden blauw licht uitzendt. Ook van afstand. Zeker de joekels van schermen die we tegenwoordig hebben. Ja, precies. Dus, Vijf meter, geloof niet dat dat dan afdoende is. Nou ja, dat is, hoe heet zij? Marijke Gordijn, die heeft ook onderzoek naar gedaan. En zij zegt van, zij hebben dat ook gemeten en bekeken van, goh, wat is de goede afstand of wat is beter? En zij zijn tot de conclusie gekomen in hun onderzoek dat in ieder geval deze afstand met een iPad of een telefoon schadelijker is, of in die zin schadelijk voor het aanmaken van die melatonine, dan die tv die op afstand staat. Maar natuurlijk klopt het wat jij zegt. Als die tv enorm is en je hebt een kleine kamer, ze worden dan steeds groter. Ja, precies. Dus dan is dat effect ook weer weg. Ja. Dus eigenlijk liever een uur tot twee uur voor het slapen gaan, voor kinderen althans, schermen uit en ga lekker in bad. En ga lekker een muziekje lezen, boekje lezen, muziekje luisteren. Dat is uit de tijd, hè? Ja. Een beetje uit de tijd, ja. Ja. Dus daar, vaste bedtijd, vast ritueel, 's avonds, dat klinkt, vind ik vrij logisch. Zeker bij kinderen met autisme is het belangrijk dat er een vast patroon is, zodat ze weten van, goh, als we dat inzetten, betekent het dus dat we nu naar de avond en de nacht toe gaan werken. Het zijn gewoon van die cues voor de structuur. Ja. Dan hebben we nog een aantal dingen die je vooral niet moet doen op een rijtje gezet. Maar die zijn ondertussen ook voorbijgekomen in ons gesprek al. Dus ik stel voor dat die wel voor zichzelf spreken. Geen cafeïne de laatste 6 uur. Probeer je niet te veel in te spannen de laatste 3 uur van de dag. Niet gamen, niet drinken. Dat cola, was ook een tip. Cola en energiedrankjes. Daar wil ik toch nog even aandacht op vestigen. Dat veel ouders en jongeren zich niet realiseren wat de impact van energiedrankjes en cola is. Ja. Dat kan behoorlijk invloed hebben op het slapen. Ja, dat is een goeie. Ja. Ja. Dus, en dan hebben we nog een paar tips voor 's ochtends. Dat is onder andere vaste tijd opstaan. Dat is ook al eerder aan bod gekomen eigenlijk. Ik denk dat het goed is, want we zijn inmiddels al 40 minuten onderweg, om even aandacht te besteden aan de reacties die ook nog via de chat zijn binnengekomen. Want ik heb hier een stapeltje liggen en ik wilde er even een paar uitlichten. Is er ook iets bekend over juist erg veel slapen? 10 tot 12 uur. Is dat ook, is dat ook een slaapprobleem? Of, kan. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Maar is dat goed, niet goed voor je gezondheid? Ook niet goed. Ook niet goed? Nee. Okay. Het is een soort optimum en dat is 7, 8 uur. En dat zal hier en daar wel tussen mensen verschillen. Maar 10 tot 12 uur is ook geassocieerd met problemen. En met slechtere gezondheid op lange termijn. Okay. Dus te veel is niet goed en te weinig is niet goed. Precies. Helpt een verzwaringsdeken tegen slaapproblemen? Ja, ik denk nu even aan mensen met autisme die dat soms wel lekker vinden. Dat wisselt per persoon met autisme, want de ene kan daar juist baat bij hebben omdat hij die diepe druk heel erg prettig vindt en daardoor makkelijker slaapt. Maar er zijn ook mensen met autisme die diepe druk niet fijn vinden en daardoor met die verzwaringsdekens alleen maar last krijgen van het inslapen. Dus ook daar moet je heel goed kijken, wat is dat sensorische profiel bij mensen met autisme. Het kan over- of ondergevoelig voor het een of het ander zijn. Dus niet per definitie dat alle mensen met autisme gebaat zijn bij een verzwaringsteken. Ik heb je, dit is misschien toch wel een lang verhaaltje. Hoe om te gaan met het wakker worden van onze dochter, 28 jaar, met as. Ze wordt 's nachts rond 2 uur wakker en is klaar wakker.
En soms met 4 uur slaap niet meer in slaap te krijgen. Veel oorstormmatig gedrag enzovoort. iPad en tv helpen niet. Melatonine, 0,2 gram geprobeerd. Ja, dit moet je een beetje meer van weten, denk ik, hè, van zo'n casus, of niet? Ja. Maar 0,2 milligram is heel weinig. Is heel weinig, ja. Zeker als ze al 28 is. Ja. En de iPad helpt niet, nee, dat weten we. En waarom, dat weten we inmiddels ook. Hè. Dat is juist niet zo'n goed idee. Misschien gaat ze te vroeg naar bed, wordt ze daardoor om 2 uur al wakker. Zo'n tussen 10 en 4 slaapt ze blijkbaar. Ik zou zeggen, ga wat later en neem langwerkend melatonine. Dat doe ik bij mijn patiënten die met kortwerkend melatonine in slaap vallen en dan om 3 uur klaar wakker zijn. Waarschijnlijk omdat hun eigen productie nog niet op peil is. Okay. Maar kijk ook naar de invulling overdag, hè? Je moet eigenlijk het hele dag-nacht programma moet je goed in beeld Zeker. Hebben. Ja. 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 Ik heb hier ook nog een vraag. Zoon van 21, ADHD en PDD-NOS. Traumatische ervaring op zijn 16e. Hij is ernstig gaan blowen. Kan niet goed slapen als hij onvoldoende bloot? Ja, we denken dat cannabis effect heeft op het melatoninesysteem. Dat is niet aangetoond en ook niet onderzocht. Dus één hele oude studie uit 1978 waar dat gesuggereerd wordt. En welk effect? Nou, slaperig worden door cannabis. Dus cannabis wordt heel veel gebruikt door mijn patiënten om in slaap te vallen. En als ze pech hebben, gebruiken ze ook nog overdag. En dan is er weer helemaal geen contrast tussen dag en nacht te bespeuren. Nee. En dan zijn ze natuurlijk slaperig en slecht geconcentreerd. Dus die cannabis moet eraf om een soort van dagritme weer te krijgen. En dan laat ik meestal 1 blootje voor de nacht toe. Totdat ik de ADHD heb kunnen behandelen. En dan zet ik melatonine in plaats van de cannabis in. Okay. Zo probeer ik het toch het kwijt te raken onderweg. Maar niet al te streng, want het gaat gewoon niet. Ja. Ze hebben namelijk een echt slaapprobleem. Ja. Dat moet je erkennen. Ik ben zo moe. Ik slaap toch 7 uur per nacht. Toch blijf ik zo moe. Ik krijg vitamine B12. Heb ik een slaapprobleem of iets anders? Van vitamine B12 tekort word je doodmoe. En 7 uur zou iets langer kunnen, misschien. Maar dat kan ik zo verder niet uit elkaar fietsen. Want dan moet je natuurlijk veel meer weten. Of heb jij nog een suggestie? Nou, nee, want je moet meer weten. Maar je hebt mensen die... heb ik echte kortslapers. En we hebben allemaal minimaal 5 uur slaap nodig om te kunnen functioneren. Sommige mensen hebben er genoeg aan, dat zijn de kortslapers. En er zijn mensen die meer slaap nodig hebben, dus die 8 uur... Het kan heel goed zijn dat zij tot die 8 uur behoort en dat er andere dingen spelen. Dus daar moet je wel meer voor weten om daar iets over te kunnen zeggen. Nou ja, tot slot wilde ik nog even aandacht vragen voor alle nieuwe tools en devices die er tegenwoordig zijn. Ik denk even aan de horloges die van alles en nog wat meten. Ons hartritme en onze slaapritme apps die er zijn. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Kan dat bijdragen aan goede slaap? Nou, ik denk dat veel mensen geen idee hebben hoe kort ze eigenlijk slapen. En dat is misschien het eerste wat je zou willen weten. Hoe lang ben ik eigenlijk onder zeil? Ik weet hoe laat ik naar bed ga, ik weet hoe laat ik opsta. Maar hoe lang duurt het nou eigenlijk voor ik echt slaap? En word ik nog wakker tussendoor wat ik misschien niet meer weet? Nou, dat kan je eenvoudig zien met een app Sleep Cycle. Dat is een gratis app de eerste maand. Daarin kan je dat in ieder geval, daar kan je dat uit afleiden. Ik heb het zelf ook een maandje gedaan en je leert in ieder geval van wat je gedrag is en dat je toch veel later naar bed gaat dan je denkt. Je ziet ook wanneer dat is, in het weekend natuurlijk en door de week moet je weer terug. Nou, dus als je dan denkt, oh ja, ik voel me inderdaad maandag helemaal brak, dan weet je hoe het komt en wat je eraan kan doen. Dus het is een beetje opvoedend om jezelf een beetje bij de les te krijgen. Het is meer een coach, hè? Ja. Het is een objectieve meting. Maar je kan er niet verder stoornissen of wat dan ook uit afleiden. Moet je echt naar een somnoloog. Ja. Nee, het is niet geheel objectief. Hè? In die zin dat het niet je slaapcycli meet. Nee. Ja, dus of je voldoende diepe slaap hebt gehad. Of je voldoende in je remslaap bent geweest. Dat meet het niet. Maar het is echt coaching bedoeld wat jij net zegt. Hè? Ja, het is slaapduur. Heb je lang genoeg geslapen. Een manier om inzicht te krijgen in Precies. het slaapritme. Ja. Dan had ik nog een... Ik dacht nog even aan een andere vraag, maar die ben ik nu kwijt. Dus ik stel voor dat we hem afronden. We zijn 3 kwartier onderweg, dus dat is een mooie lengte. En er is ontzettend veel informatie over tafel gegaan. Mijn dank voor jullie bijdrage en ik hoop dat het mensen helpt. Dus ja, ik kan niet anders dan afsluiten met... ik wens u allemaal een hele goede nacht en morgen gezond weer op. Ja. En een slaapliedje zingen voor je kinderen voordat je gaat slapen. Oké, die nemen we nog mee.